gaan kijken naar de Passie. En wat is dat voor een stuk? Dat is een mengeling tussen de Matthäus Passion en Jesus Christ Superstar. Waar maakte jij je schuldig aan? Wat deed je dat dit je noodlot werd? Remember how this whole thing began. No talk of God that we called you a man. And believe me, my admiration for you hasn't died. Vernieuwend, zeker, ja. Ja. En thuis ook gewoon met Superstar, Jesus Christ Superstar meezingend? Altijd, natuurlijk, ja. Nee, het blijft leuke muziek, maar ik heb er niet voor gestudeerd. Nee, maar met zo'n geschoolde stem zing je het gemakkelijk mee. Is het ook je genre? Om naar te luisteren wel, niet om zelf te zingen. Nee, dan zit je toch liever bij klassiek? Ja, zeker weten, ja. En met Pasen, de Passie... Eigenlijk overal, hè, tegenwoordig, of niet? Overal, ja. Het is niet de eerste die we zingen ook. En ook niet de laatste. Dus ja, deze maand is altijd voor ons vrij volgeboekt. Maar prachtige muziek. En we zingen de Matthäus, Johannes. Eigenlijk van alles. Oh, so this is Jesus Christ. I am really quite surprised. You look so small. Not a king at all. We all know that you are news, but are you king? King of the Jews! Thijs, jouw rol vanavond? Pilatus, de Romeinse keizer die Jezus uiteindelijk ter dood veroordeelt. Met veel tegenzin, mag ik wel zeggen. Ja, dat was bij Pilatus of dat is bij jou? Nee, oh ja, nee, bij Pilatus, ja. Nee, ik doe het met veel zin. Nee, maar Pilatus die had, dat hoor je ook heel duidelijk in de liedjes die ik zing. Die had heel veel moeite met het dilemma. Er was niets om Jezus te veroordelen, hè. Hij deed niets verkeerds. This is my blood you drink, this is my body here.